En dan zijn alle plichtplegingen gedaan voor de wedstrijd en kunnen we gaan beginnen met de wedstrijd. Nogmaals, beide ploegen begonnen met de overwinning. Urk heel sterk tegen Sparta Nijkerk, 5-1. En dat belooft wat voor vanmiddag. We zullen moeten gaan zien wat die 5-1 dan waard was. Sportlust heeft afgetrapt. Ben Dadi met de hoekschop, indraaiend. Keeper in twee instanties, de bal vast. Stuurt daar op dit moment Ben Dadi weg. Ben Dadi gaat het voor het schot. En dan is het de eerste goede poging van Sportlust gedaan door Mo Ben Dadi. Bal goed aangenomen. Meteen Joshua Patrick aan het werk gezet. Nu moet er aansluiting zijn. Dan is het Ben Dadi die bij de eerste paal komt, maar net die bal niet aan kan raken. Snel weer Schrever in balbezit. Meijering, bal net iets te hard. Goed uitkomen van doelman Strijker. En die komt daarmee een grote kans voor Sportlust. Kan daar zo twee spelers in de verdediging van Sportlust omzeilen. Wordt kort genomen en dan is het Ben Dadi die doorspeelt naar Bergwens, Patrick. Oh, en een fantastische redding van doelman Strijker op de inhaal van, of de uithaal van Joshua Patrick. Ben Dadi krijgt de bal terug en gaat hem opnieuw inbrengen. Nu is het doelman Strijker die eenvoudig de bal kan oprapen. Situatie. En dan krijgt Urk de vrije trap. Arras achter de bal. Nentjes. En die bal die wordt verrichting veranderd. En dan is het in de 24e minuut 0-1 voor Urk. Door een doelpunt van Ide Nentjes. Vrije trap genomen. Schrijver. Naar Nentjes. Nu is de verkeerde terugspelbal van Nentjes. Patrick. Patrick. Nee, hij komt nog niet langs de keeper. En dan is het een verkeerde terugspelbal van Patrick. Geweldige redding van doelman Strijker op een uitermate uitgelezen kans voor Joshua Patrick om de stand snel gelijk te trekken. Schrever. Van der Voort. Gooit die bal voor en dan is het Meijering die de bal onder de lat kopt. Maar weer is het Strijker die de bal in twee instanties in de handen krijgt. Ben Dadi. Via de lat over de goal heen. Geen gevaar voor Urk. Ras. Terug naar Tol. En dan is het Ras die door kan gaan. Bij de tweede paal kopbal. En is het Mulder die weg kan werken. En Montero die de laatste bal voor zijn rekening neemt. Ben Dadi naar Jansen. Jansen met rechts. Bal naast de goal geschoten. Weet zich even te ontdoen van Brands. Maar komt hem dan opnieuw tegen. Checkley. Checkley weggestuurd door Ben Dadi. Weet die bal voor te krijgen. Maar dan is het weer Strijker die de bal voor het hoofd van een sportlustaanvaller weghaalt. Tol. Tol schiet op de goal en dan is het Antonioli met een goede redding. De eerste mogelijkheid van de tweede helft is voor Urk. Schot vanuit de tweede lijn. Op Romero Antonioli af, recht op hem af. Checkley stuurt Schrever diep. Schrever brengt de bal voor. Oh, en dan is het een goede kans voor Joshua Patrick die de bal in één keer uit de lucht plukt. Maar het schot ging recht op keeper Strijker af. En dan is het 0-2. In de 50e minuut een snelle aanval van Urk over de zijkant heen. En dan wordt de bal vanaf de 11 meter kant, of in de hoek gespeeld. Romero, Antonioli, kansloos. En al snel in de tweede helft loopt Sportlust
Dus nog verder achter de feiten aan. Is het schraal. Anton Joly, goed uit de goal gekomen. De bal klaargelegd voor de hoekschop. En dan doet hij dat nu kort. En dan is het Issati die de bal niet voor de goal weet te krijgen. Maar Almadi. Patrick. Patrick met zijn schot. Ja, goal! Ja hoor, in de 60ste minuut is het Joshua Patrick die de stand op 2-1 brengt. En er weer een hele spannende wedstrijd van maakt. Bendadi. De voorzet. Patrick. Oh, en dan is het de strijker die opnieuw in de weg staat. Ras. Gaat de bal over de goal van Anton Joly heen. Die zag dat al gebeuren. Stuurt Almadi weg. Almadi. Almadi. Wurmt zich daar doorheen. Patrick. Patrick. Weer gestuurd door die strijker. Komt Bendadi. Werkfans. Werkfans. Schotje in de handen van doelman Strijker. Bendadi. Had die 16 in, dan is het Almadi die bijna die bal kan verlengen. Maar dan eindigt die bal gewoon in de handen van Strijker. Nu gaat de bal naar de tweede paal. Dan is Montero die... Hey, nee. Doelpunt wordt terecht afgekeurd. Wegens het aanvallen van Montero. Bergwens, bal de diepte in. Ja, komt hij voor de voeten van de Wit. Nee. En dan is het Snoek die de bal alsnog tot corner weet te verwerken. Dat is dat hij. Schiet de bal, maar die is te makkelijk. En is het doelman Strijker die de bal uit de lucht haalt. Patrick. Jansen. Oh, en dan is het een geweldige redding van Strijker. Bal ging richting de kruising. Krijgen we nog steeds een hoekschop voor Sportlust. Bendadi brengt die bal voor. Komt die bal bij Jansen. Jansen hoog over. Hoog over. Moet die bal voor de goal gaan komen. Richting de Weert. Bal wordt doorgekopt. Bal uit de... En dan fluit scheidsrechter. Kuintjes af voor de wedstrijd. Het is Urk wat wint met 2-1 vanmiddag. Ik denk dat wij een uitermate leuke en fijne wedstrijd gezien hebben. Met een strijdend Sportlust. Een Urk wat zeker een aanwinst is voor de derde divisie. Urk wint met 2-1 van Sportlust. Sportlust wat volgende week de uitwedstrijd gaat spelen tegen DVS 33 uit Ermelo. Uiteraard zijn wij daar als Sport Insight weer bij.